Daar gaan we weer. Wat een weer hier, hè? Ja, hier wel. Maar we wonen elk nog een protest in Noord-Spanje. Mm-hmm. Maar we zullen het weerbericht in beeld brengen in protest. Ja. Dus toen hebben we besloten om daar niet heen te gaan en in plaats daarvan naar Zeeland te gaan. We hebben dat gisteren pas besloten en ook een paar uur geleden eigenlijk pas een hotel geboekt. Dus we weten eigenlijk helemaal niks. Maar we gaan in ieder geval hopen te gaan genieten van wat lekker weer. Daar heet hij. Aju. Yo, Rieke, wat soep? Onze paspoorten. Belangrijk als je naar Zeeland gaat. Wie had dat gedacht? Ja. Nou, hier in Nederland beter weer zon hebben als in Spanje. Nou, dan gaan we maar een tentje opzoeken voor verfrissing. Ja. Nou, je hebt eigenlijk niet zoveel nodig om je te vermaken. Drinken. Zon. Dorstopwekkers en goed gezelschap. Oh, en uitzicht op het strand is ook niet verkeerd. Oh ja. Mooi dit. Nou, nee, niet zoet. Vloggen, hè? Oh ja. Nou, het is gewoon toeskomen hier. Ja, jongens, ik zal me in de beer drinken. Maar als ik dat nu niet zal doen, dan zal dat met je de goden tarten wij. Iemand moet opofferen. Ja, hé. Hey. Ja. Wat ducht er van? Fijn, vitamine D. Ja? Heerlijk. Normaal dat we natuurlijk ook al in Italië al een beetje tegenvallend weer hadden gehad. En een ander dorpje waar we zaten in Italië was overstroomd. Dus wie hebt er geen geluk met? Nee. Het is gewoon een teken of zo van ga niet op reis. Ja. Die mogen niet. Het is aan Oelen niet besteed. Nee. Doe het niet zo gek. Bloed gewoon in toes. Strandpaviljoenvloed. Nou, kijken of ze hier nog lekkers in overvloed hebben. Goed. Kerike. Ja? Quiero pies de pollo. Ja, ik niet. En maar in Spaans is veel te blijven. Ik zie wat jij niet ziet. Het begint met dat we hier moeten. Ik weet niet waarom je me opkomt. Misschien ben jij de inspiratie voor. Oh. Look at this dreadful clutter on our desks. Terrible, terrible clutter. Dreadful. Maar gewoon aan het doen dat we hier reizen in plaats van naar Spanje. Want in 2011 had Vlissingen zo'n 157 zonuren. Toen gingen we zo'n 100 aan de Costa del Sol. Nou, dan weet je hoe je beter hekken gaan. Maar van de andere kant, het is ook een van de zwaarst bombardeerde steden en wij zijn in de Tweede Wereldoorlog. Dus, dan staan we de andere kant. Je moet er maar echt geluk met hem. Yes, einde van dag 1. Met de zon op de achtergrond. We willen hem zoveel mogelijk in beeld. Ja, je hebt er mooi geluk met. We hebben hem gevonden. Woe. Yes. Mijn haar ziet er ook heel mooi uit. Ja. Pierig. Hoe noem je dat? Pierig. Dat is dus geen goed Nederlands kennelijk. Nee. Je begrijpt wel wat ik bedoel.
Maar ja, ik weet niet hoe die influencers dat doen. Dit is altijd fantastisch uitzien. Ik ben echt een goede influencer, want ik begin 1:30 te kijken. Pierig, aju. Doei.